Dit is de abdij van het park. We gaan van de drukte naar de stilte. En de stilte die bereik je helemaal achteraan daar. Door een prachtige laan die ja, van de wereld gaat naar ook de echte wereld. Maar dan de wereld van de Norbertijnen. Door die prachtige dreef, dan gaan we naar een stuk geschiedenis. Maar niet alleen naar een stuk geschiedenis. Het is ook heden. Want er is heel veel gebeurd in de geschiedenis van deze abdij. Van een prachtige, bloeiende abdij naar een plek die toch wel wat in verval was. Tot 10 jaar geleden, want toen is men hier beginnen restaureren. En dan vertellen we een ander verhaal. Tot 10 jaar geleden had deze prachtige plek een nieuwe adem nodig. Want je zag het als je binnenkwam. Er was geleefd, maar er moest een toekomstperspectief geschapen worden. En dat was heel belangrijk. Hoe kan je hier een nieuwe adem geven aan deze plek? Het is gebeurd, want 10 jaar geleden is men begonnen met de restauratie die over enkele jaren zal afgelopen zijn. En voor een restauratie heb je natuurlijk specialisten nodig. En die gaan we nu ontmoeten. Dus uit historisch onderzoek, zowel archief als ter plaatse, is gebleken dat de abdij in de 18e eeuw door Abt de Waarzegger eigenlijk zijn grote laatste transformatie heeft gekend. Als we het beeld, er is een gravure van Sanderus, naast het beeld van vandaag leggen, dan zien we dat die abdij eigenlijk nog volledig, quasi volledig intact is. Er zijn maar 2 gebouwen die op vandaag niet meer bestaan, maar al de rest is nog aanwezig. Ook de landschappen, zelfs de moestuin die op die gravure staat, die is nog altijd vandaag. Zelfs in functie. Dus voor ons is het, ons grote referentieperiode is die 18e eeuw. Want ook in de interieurs, de laatste grote aanpassingen in de interieurs met die stukplafonds en zo, die zijn van die 18e eeuw. Twee gebouwen zijn er dus niet meer. Dat blijkt als je het naast elkaar legt. Welke zijn dat? Dat is de schrijnwerkerij en de brouwerij die zich bevonden aan de Molenbeek. Ja, jammer dat ze niet meer zijn? Ja, jammer. Maar uiteindelijk, als je kijkt op, zelf, op Belgisch vlak, maar ook op Europees vlak, is dat echt wel uitzonderlijk dat zoveel gebouwen, niet enkel het eigenlijke klaustrum met de kerk, maar ook de dienstgebouwen, het wagenhuis, de tiendeschuur, de molen, dat die nog allemaal aanwezig zijn en ook de omringende landschappen. En dat is echt wel uniek. Ja. Precies, omdat natuur en gebouwen samengaan. Die vormen een soort van twee-eenheid. En het is die sterke wisselwerking die ook zorgt voor de unieke balans die de mensen ervaren als ze ons domein betreden. Een soort van relict, een restgebied van 42 hectare dat vroeger veel uitgebreider was, maar nu een groene long is binnen het stedelijk weefsel. Ja, was daar veel discussie over dat element natuur, want natuur is natuurlijk iets dat ontwikkelt ook. Iets waarvan je kan zeggen van, ja, past het nog in het geheel? Past het zo dicht bij een stad? Want ja, het natuurgebied puur is het natuurlijk ook niet, hè. Het is echt waar mensen geleefd hebben en waar bedrijvigheid is. Het is een landschap dat gevormd is door mensenhanden. Want dat is ook typisch voor een grote abdijgemeenschap, zoals die van de Norbertijnen. Dat was al sinds eeuwen een werkgemeenschap, een gebedsgemeenschap en een leefgemeenschap. En het is ook logisch dat door de handeling van de Norbertijnen dat landschap zich heeft gecreëerd of dat heeft vorm gekregen. De Norbertijnen waren eigenlijk landschapsarchitecten avant la lettre. Zij waren ook innovatoren. Hè. Zij verbeterden landbouwtechnieken. Zij wisten dat een degelijke infrastructuur dat eigenlijk ten bate kwam van hun project in feite. Het klooster heeft altijd een sterk culturele, spirituele uitstraling gehad. Dus het wordt nog gebruikt door paters Norbertijnen. We hebben er het expertisecentrum en museum voor religieuze kunst en cultuur in ondergebracht. Parcum, Alamire heeft hier een plek. Het studiecentrum rondom polyfone muziek. De boerderij, die dan meer beneden ligt op ons Neerhof, is teruggegeven aan jonge boeren die biolandbouw hier hebben geïntroduceerd. Want de paters Norbertijnen waren eigenlijk al de koningen van de korte keten. En dat is ook weer niet nieuw, maar we hebben het nu wel terug naar hier gebracht en onder de aandacht gebracht.
Deze abdij heeft natuurlijk ook een prachtige kerk. En wat er zo bijzonder is in deze kerk, is de bijaard. Niet zomaar een bijaard, maar het is een vredesbijaard. En dat was een speciaal project dat zeker thuis hoort in een abdij. We hebben die vredesbijaard in 2018 samen met de stad Leuven en haar zusterstad Neuss gerealiseerd, precies om het einde van de Eerste Wereldoorlog te gedenken. Want een abdij had zeker vroeger, en eigenlijk loopt dat door tot op vandaag, een maatschappelijke boodschap. Een boodschap ook van gastvrijheid, van pluralisme, van respect voor elkaar en vooral van vrede. En dat is een universele boodschap die in de middeleeuwen gold, maar die ook in de 21ste eeuw meer dan actueel is. En dat is een boodschap die hier letterlijk klinkt. Absoluut. Dat is nog uniek, 1663, eikenhout gekapt in de bossen van de abdij, met nog ook nog de merktekens van de schrijnwerkers of de timmerlieden erop. Het is een kathedraal van de landbouw. Ja, in feite. Ja. Een langschuur ook, men kon er met een kar doorrijden van de ene poort naar de andere. En dan laden en lossen. En in de winter kwamen de dorsers, de loonarbeiders, dan de schuur uit dorsen. Kalkmortel is ook overal aanwezig en grote bakstenen van die kloostermoffen. We wandelen hier op een plek die heel belangrijk altijd is geweest in de abdij, de pandgang. Wat mij meteen opvalt, heel wit deze pandgang. En wit is het in een bepaalde periode van de lange geschiedenis van de abdij hier niet geweest. In de middeleeuwen waren er muurschilderingen, was de gang veel kleurrijker. Maar dan is er in de 17e eeuw een belangrijke bouwcampagne geweest. De abdij werd vernieuwd na de godsdienstoorlogen. Er kwamen nieuwe pandgangen in het wit en met als kers op de taart heel kleurrijke glasramen met het leven van de heilige Norbertus. Gemaakt door een Franse glazenier, een vermaard ambachtsman, Jan de Caumont. Dus de glasramen brachten kleur in de witte kloostergang. Ja, glasramen die ook heel bijzonder zijn en die ook een heel bijzondere geschiedenis hebben. Die glasramen zijn thans erkend als Vlaamse topstukken. Ze zijn allemaal geconcipieerd in de periode 1635-1644. En ze zijn op dit moment eigenlijk de uitgebreidste collectie van historisch glas dat nog in situ bewaard wordt en opnieuw ook zal zijn plek krijgen, zoals voorheen in de 17e eeuw. Want nu zien we middenpanelen, maar er is veel meer glas. Daar is randglas, daar zijn nog heiligenfiguren, daar zijn tekstfragmenten. En het is ook de bedoeling om de komende jaren al die glasramen, 20 in totaal hebben we er nu, terug op hun plek van weleer te gaan installeren. Binnen de 18e eeuwse context van dit gebouw valt wat we hier hebben natuurlijk meteen op. Niks 18e eeuws, integendeel. Integendeel, inderdaad. Hier kijken we echt naar de allervroegste abdij. Dus dit is de muur van de pandgang, waar een schildering op is aangebracht van rond 1300. Dus de echte allervroegste fase van de abdij die hier te zien is. En was het een verrassing dat dit tevoorschijn kwam? We wisten, het was gedocumenteerd dat er een waardevolle muurschildering was, maar de omvang kenden we niet. Er
is een schaap zichtbaar. Dus verspreid over de ganse muur is eigenlijk een soort, ja, eigenlijk een middeleeuwstripverhaal uitgeschreven. Die heel de muur zal gevuld hebben. Inderdaad, ja. Prachtige ruimte. Waar zijn we hier precies? We bevinden ons hier in de refter van de abdij. Ja, en een refter. Ik kijk meteen naar boven, eerlijk gezegd. Misschien is dat niet normaal in een refter, maar wat zien we daar? Wat een fantastische taferelen. Ja, ja. Dat is ons, een van ons drie plafonds van Hanske. Hans Christian Hanske. Volledig stukwerk, 3D-beelden. Hier kijken we naar het laatste avondmaal. Wat het belangrijkste stuk is hier en ook passend in de context van een refter. En van wanneer dateert dit stukwerk? Uit 1679 dateert het plafond. Ja, het is fantastisch. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit elders gezien. Is het toch wel bijzonder, ook op deze plek, in een refter? Is zeker bijzonder, omdat het is echt die beelden, ze lijken bijna uit het plafond te vallen. Die zijn volledig 3D gesculpteerd. Als u daarom ook bij de ontsluiting van de refter zijn die spiegels geplaatst. En als u hier in de spiegels kijkt, dan heb je eigenlijk een prachtig zicht over al die details van onder andere het laatste avondmaal. Het lijken wel levende figuren ook. Hè? Het is onvoorstelbaar hoe ze tot leven komen, letterlijk. En dus bij de restauratie hebben we geopteerd om al die lagen meticuleus met een scalpel vrij te leggen. Dus al die lagen zijn verwijderd en we kijken nu terug naar het oorspronkelijke plafond in al zijn detailen. Ja. We zijn nog altijd in de refter en die refter is ook een mooi voorbeeld van de geschiedenis van deze abdij. En dat is hier duidelijk gemaakt, hè, hoe deze refter er letterlijk uitzag van binnen. Heeft een geweldige evolutie ondergaan. Inderdaad. Hier kijken we eigenlijk naar de laatste afwerkingslaag, de 19e eeuwse afwerkingslaag. Nu, als we bij de restauratie, ons vooronderzoek, wat we telkens uitvoeren, is dat een restaurateur met scalpel laagje per laagje vrijlegt. En zo komen de verschillende faseringen in de afwerking komen zo bloot te liggen. Op dit schilderij zien we de bruiloft van Cana en dat verwijst ook naar Norbertijnen die hier wel soms in stilte aten terwijl er gelezen werd, stichtende teksten, maar er werd ook wel soms feest gevierd hier. En dat zien we ook op dat schilderij hier. Inderdaad, dat is een beetje atypisch misschien voor het brede publiek, maar er waren heel veel kerkelijke feesten en er waren natuurlijk ook de priesterjubilea, een Norbertijn die zoveel jaren priesterschap vierde. Er was het feest van de abt, er was het feest van de stichter, de heilige Norbertus, en dan werd er rijkelijk getafeld. We zijn hier in de bibliotheek van de abdij. En voor alle duidelijkheid, we liggen omdat we absoluut willen kijken wat er zich daar op het plafond afspeelt. En dat doet ons meteen denken aan wat we in de refter gezien hebben ook. Van dezelfde bouwer. Ja, het is inderdaad ook een plafond van Hanske. Het interessante aan het plafond is, we hebben hier een röntgenfoto van Norbertus en zijn paard laten nemen om te weten te komen hoe wordt zo'n 3D-plafond, hoe wordt dat gemaakt. En we hebben door dat onderzoek hier ter plaatse ontdekt dat al die beelden zijn samengesteld door planken en ijzerdraad en nagels, ter plaatse gemonteerd en dan, zoals de naam zegt, Hanske was kalksnijder, dus met kalk wordt daar rond eigenlijk die figuren geboetseerd en weggesneden. Hier kijken we naar het originele 18e eeuwse afwerking en daaronder zit die 16e eeuwse afwerking verborgen. We hebben dan tijdens de werf ook beslist om die beide te tonen.
de 18e eeuw en ook de vroegere periode 16e eeuw. Want zelfs ook het plafond, dus onder onze 18e eeuwse stukwerkplafonds, zit nog die vroegere fase, die 16e eeuw. En hier hebben we aansluitend bij onze muurpenanten ook ons 16e eeuwse plafond als een geheel getoond. Nee, dit zijn de verblijven van de abt. We bevinden ons hier in zijn kantoorruimte, om het zo te zeggen. De ruimte hiernaast was zijn salon met een privékapel en een privébibliotheek. En hierlangs was de slaapkamer. Dat was nog minst toegankelijk voor de anderen. We zijn hier in een heel bijzondere ruimte in de abdij, waar de abt zijn gasten ontving. En aan de grootte van de tafel te zien, kan ik me voorstellen dat er hier ook wel lekker getafeld werd. Inderdaad, we zijn opnieuw in de 18e eeuw, voor de Franse revolutie. Er was geen scheiding tussen kerk en staat. De abdij had, en de abt zeker, had heel wat impact. Er werd veel geconsulteerd, zowel voor kerkelijk gebonden materies als voor meer staatsgebonden materies. Hoe belangrijk was eigenlijk de economische functie van zo'n abdij? Want het was een groot complex. Zeker niet te onderschatten. De abdij was een echte economische motor. 3500 hectare landbouwdomein, eigen watermolens, bossen. Heel veel mensen die dankzij de abdij hun brood verdienden. De abdij was ook een herverdeler van welvaart. Daar ging ook een belangrijk deel van de meerwaardes die de abdijgronden genereerden naar goede werken. Er was geen OCMW. Ja, we zijn van binnen in de abdij naar buiten gekomen, want de abdij van Parken is ook een groene omgeving, een groene long. En daar zal ook in de toekomst nog verder in geïnvesteerd worden, als ik het zo mag zeggen. Daar gaan we zeker op inzetten. Historische tuinen zullen eraan gelegd worden, de natuurwaarde opgewaardeerd van het geheel. En bovenal, de abdij zal haar poorten open houden voor de gemeenschap, voor voorbijgangers. Het blijft ook een energiebron vooral. Die mensen blijft inspireren, aantrekken. Geheel binnen het motto van traditie in vernieuwing en vernieuwing in traditie. Dat men hier ook al in de middeleeuwen aanhing en dat zeer actueel blijft.